Beste collega's van de Universiteit Antwerpen, we zijn met 5700 en dat is heel veel. En daarom wil ik in een opgenomen boodschap mij tot u allen richten, tot u, om u in de eerste plaats een gelukkig nieuwjaar te wensen. Een gelukkig nieuwjaar 2018. Ik wens dat het u goed gaat in elk opzicht. We kijken terug op een goed 2017 wat de universiteit betreft. We hebben ons bevorderingsbeleid kunnen uitzetten. We zijn ook op het punt om te landen in het allocatiemodel, een model dat dan vertrekt vanuit stabiliteit. Stabiliteit waarbij we dan vanuit de groei gericht kunnen inzetten. Groei die kan worden gerealiseerd via de studenten, een beredeneerde stijging van de studenteninstroom en anderzijds ook via de vierde geldstroom. Dit zijn dingen die we aan het uitzetten zijn. Als je kijkt naar de universiteit, dan denk ik soms, dit is een tanker. Het duurt zo lang, het is vooraleer die koers wendt, die duurt. Maar er zijn dingen die op lange termijn en op middellange termijn en op korte termijn zijn. Ik denk wat we hier en nu onmiddellijk kunnen doen, is inzetten op HR, op de manier waarop we met elkaar omgaan. Een klimaat waarin communicatie gebaseerd is op openheid, respect en vertrouwen, zoiets doet wonderen, ook in een grote organisatie waarin heel veel mensen samen zijn. Ik wil tenslotte u vooral danken. Danken voor uw inzet, voor uw commitment voor de Universiteit Antwerpen. We zijn met z'n allen aan deze kar aan het trekken. Wij trekken met z'n allen aan het project van de Universiteit Antwerpen. Die onderlinge verbondenheid vind ik zo belangrijk en is de kracht die de universiteit mee stuurt. We gaan dit jaar het eredoctoraat Algemene Verdiensten uitreiken aan Jeffrey Sachs. Ik denk dat wat we daar doen, de rol die Jeffrey Sachs speelt in de ontwikkeling van de wereld vandaag, ik denk dat dat iets is wat ons kan inspireren in de missie en de visie van de Universiteit Antwerpen in 2018 en nog veel verder. Het gaat u goed. Gelukkig nieuwjaar.